Dat de overheid veel gegevens van Nederlandse burgers verzamelt en bewaart is bekend. Maar waar ligt de grens van wat nodig is in het belang van de veiligheid? Men moet maar wat informatie binnengekregen hebben. Er moet maar ergens staan, ja, hij gaat wel eens naar Schiphol. Dat is vaak als die man naar Schiphol gaat. Hè? Maar goed, dat kan als reden gelden om te starten. Volgens kan getapt worden in ieder waar die persoon contact mee heeft. Er hoeft geen verdachte meer te zijn. Sinds 9-11 is het alleen nog maar erger geworden. Als je niks hebt gedaan, is er niks aan de hand. Is het echt zo slecht gesteld met die bescherming van de privacy in Nederland? Nou, we zijn wel aan het afglijden, is mijn eigen zorg. Moeten de telecomaanbieders verplicht alle telefoongegevens gaan bewaren ten behoeve van politie en justitie? We hebben OV-chip, waar straks alle reisgegevens in terecht gaan komen. Rekening rijden. Onze overheid is wel bezig om hele grote databestanden te creëren. En die bestanden, en daar gaat het dan om, die bevatten gegevens die voor opsporingsinstanties zo nu en dan interessant zijn. Ik vraag me af wat mensen daarmee gaan doen. Ja, eigenlijk alles.